Na de most sticky hack, de weirdest hack, krijgen we nu de gevaarlijkste hack. En dat doen we met een man die eigenlijk al 30 jaar hacker is. Ik denk dat hij heel jong begonnen is. En hij werkt bij Zerocopter. Twitter naar @jafsek, want hier komt hij, dames en heren, Edwin van Andel. Oh, je hebt een kat in een zak. Punt 1, kat op het podium, is goed hè? Punt 2, dit is een... deze doet ook wat, toch? Ja, doe die. We doen hier eigenlijk allemaal aan responsible disclosure. Ja. En aan de andere kant is dit ook een open evenement. Ja. Dus moet je ook de tegenpartij eigenlijk het woord geven. Mm-hmm. En dat doen we niet, maar we hebben wel een shirt van ze gekregen. Mag ik hem onthullen? Ja, natuurlijk. Responsible disclosure is killing the zero-day industry. Mooi shirt, dames en heren. Hey, wie wil er nog meer een t-shirt? Nou, dat is ook ondertussen even uitleggen. Straks gooit Edwin nog even een paar t-shirts. Nou, voor de leek in de zaal, hein, Zero Day, dat is een kwetsbaarheid die mensen nog niet ontdekt hebben. Dus daar kun je heel veel ellende mee uitvoeren. En ja, responsible disclosure is killing the Zero Day industry. En dat is ook wel een beetje zo. Jullie bij Zerocopter leven daar wel goed van. Wat jullie doen is... Nou, we leven er nog niet goed van hoor. Nee? We zijn aan het bouwen. Nou, niet financieel, maar moreel gezien dan. Moreel, mag ik het zo zeggen? Ja, zeker. Nou, Zerocopter heeft wel net 1,3 miljoen investeringen binnengehaald. Oh, oké. Ja. We zijn aan het bouwen. Oké, ja, maar dat is omdat jullie gewoon ook goed werken. Precies. Is van 20 hackers of zo ongeveer? Nou nee, in feite gebruiken we de hele wereld. Want kijk, iedereen kan een responsible disclosure call bij ons inschieten. Ja. En dat komt gewoon bij de klanten terecht. Dus dat is de hele wereld. Elke hacker, iedereen die wat vindt, kan via ons platform de melding doen voor de klanten die bij ons aangesloten zijn. En daarnaast draaien we bug bounty programs waarin wij gewoon de hackers kiezen die het beste passen bij een bepaald project. En dan doen we dat in kleine teams. En die gaan ook vanuit de hele wereld, dus uit Brazilië, uit Rusland, whatever, gaan ze gewoon aan het hacken. En op het moment dat ze wat vinden, krijgen ze gelijk betaald. En dan heb je ook weer die diversiteit, hè? Absoluut. Hoe meer mensen nadenken, hoe beter het gaat. En als je een pentest doet, ja, het is goed, maar je weet nooit eigenlijk wie het doet. Het kan best zijn dat een stagiair een pentest doet. Ja. Dat is lastig. Ja, met die bugbounty-programma's heb je ook hackers van over de hele wereld. En criminele hackers komen ook van over de hele wereld. Dus dan kun je meer competitie aangaan met de criminelen, om het zo maar te zeggen. Nou, het idee is dat de bugbounties uiteindelijk zoveel opleveren dat de hackers niet meer de criminele hoek in hoeven om net zoveel te kunnen verdienen. Kijk. Toch? Now we're talking. Trekken we het recht. Dat is veel beter, inderdaad. En je bent zelf al 30 jaar hacker, hè? Ja, man. Ja, je ziet er nog jong uit, zo moet ik zeggen. De rest van het team noem ik opa. Dus, ja. Opa? Ja. Oké, een greyhead. De greyhead hacker. Grumpy old hacker. Maar dan ben jij wel degene om te vragen, hoe is dat in die tijd veranderd? Ik bedoel, we hadden vroeger een beetje Hollywoodfilms van hackers en criminelen. Ja, maar toen we begonnen was er nog geen eens internet, weet je wel. Dan had je gewoon een 300 baud modem en dan pak je je telefoon op, moest je met zo'n kiesschijf, ik weet niet of iemand nog weet hoe dat werkt, moest je gewoon bellen en dan hoorde je een toon. En dan legde je hem op een paar blokken rubber en dan kon je naar een BBS toe of zo en dan kon je wat downloaden en dan in één keer ging je moeder bellen en dan was je hele bestand weer weg, weet je wel. Dat soort shit had je gewoon, dat is echt een drama. En aan de andere kant, toen internet kwam, toen was het gewoon lekker open. Dus dan kon je gewoon een schijf van de universiteit mounten en die kon je gewoon gebruiken. Ja. Perfect. Dat had heel veel extra opslag toen. Top. De universiteit waren interessant, die hadden snelle verbindingen. Geen Dropbox en zo. En er was ook niemand die er wat van zei. Dus in onze tijd, alles wat we deden, ja, niemand weet het. Dus we deden niks verkeerd. Oh ja, oké. Okay, ja, inderdaad, voor je gevoel doe je ook niks van. Nee. Maar vandaag de dag is het wel meer serieus business. Dan wordt het wel lastiger, ja. Ja. Maar is er gaandeweg wel ook wel meer respect gekomen voor de hackers die helpen? Of blijkt dat eigenlijk gewoon nog steeds heel moeilijk, omdat de belangen toch vaak wel heel groot zijn? Het is wel lastig. Als je met bedrijven in gesprek komt in eerste instantie die eigenlijk niet weten wat hackers doen, dan is het best lastig. En als je dan gewoon uitlegt dat hackers best lief zijn, dat als je op Google hackers intikt en je ziet al die hoodies en ski maskers en dan gewoon zegt van ja, maar je kan geen pizza eten met een ski masker op. Nee. Dat werkt, weet je wel? Ja, dat soort dingen. Als je dat een beetje naar buiten brengt, dan gaan we de hacker wat vertrouwen en dan wordt het een stuk beter. Ja, maar hoe zien bedrijven jullie nou? Zien ze jullie echt als een verlengstuk? Of toch nog steeds een beetje als een bedrijf? We zien ons bedrijf echt als een proxy tussen de hackers. Ja. Dus wij hebben gewoon ook zelf hackers in dienst, uiteraard, die praten met de hackers. Dus dat is een soort interfacing tussen hackers, want die praten soms een beetje raar. Dus er zetten we een team tussen en wij vertalen het naar het bedrijf. Ja. Dat is eigenlijk wat we doen. Ja.
Want hoe heb je de hackers van vandaag ervaren? Supergoed. 40 individuen, 10 teams. Ja, super teams. Allemaal super. Echt, ook wat mensen soms meebrachten. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Er stonden complete scopes en alles werd meegebracht. Ik snap niet hoe je dat gewoon überhaupt hier in een rugzak naartoe krijgt. Maar goed, het is een geluk. Dus ja, alleen al respect daarvoor. Behoorlijk wat spullen op zo'n klein tafeltje. Ja, dat is echt niet normaal. En ze waren ook echt heel serieus bezig, want op een gegeven moment heb ik mijn clownsneus opgedaan en mijn bril. Nou, er zijn sommige mensen die kennen me van Defcon als Cokie de Clown. Ik heb die zaal doorgelopen en er was echt niemand die wat zei, want ze waren echt zo bezig. Dat is echt zoiets van, oké, heel wijzig. Maar eigenlijk ben jij je dus gewoon aan het recruteren voor je eigen bedrijf? Nou, nee, dat niet. Want alle hackers kunnen wel bij ons komen, maar ze worden betaald voor de bounties. Dus op het moment dat een hacker een gat vindt, krijgt hij betaald. En het is niet zo dat hij bij ons werkt. Het is puur dat wij hem uitnodigen voor een programma en aan de hand daarvan kan hij geld verdienen. Ja, eigenlijk een beetje de Airbnb van de bug bounties. Ja, super cool zijn we. Ja. Hey, je zei net Defcon, hè? Dat is in Las Vegas, dat is een heel groot hackerscongres. Heel groot hackers. Duizenden en alles. Het heet ook wel Linecon tegenwoordig, want je staat eigenlijk gewoon in de rij en je komt nergens binnen. Oh ja, oké. Okay. Ja. Maar heb je nog wel wat gezien daar? Of? Ja, ik heb hele leuke feestjes gehad. Een van de dingen die erover in het nieuws kwam, was dat is een paar gasten was het gelukt om ransomware op een slimme thermostaat te zetten. Mm. Dat was niet de Toon, was de Nest geloof ik? Als het nee, goed, het was ook niet de Nest, het was een heel ander apparaat. Ja. En ze deden het door middel van een SD-kaart. Oh. Dus het viel nogal tegen. Ja. Want dat wordt dan in het nieuws helemaal gebracht. Oh, ransomware op je slimme thermostaat is helemaal fuck. Nee, ze hadden inderdaad wel een slimme. Het viel wel een beetje tegen. Kijk, als je het over zulke dingen hebt, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, wat ook in het nieuws was toen, was als je het hebt over responsible disclosure, een van onze kennissen, Olivier, die United gehackt had en daar 1 miljoen airmiles voor kreeg als beloning voor zijn responsible disclosure. Kijk. Dat is echt super cool. Alleen niet als je in Nederland woont. Want dan is het 0,02 cent per airmile. Dat tikt niet aan. Dus dat tikt 20.000 euro af. Dus dat is gewoon echt drama. Nou, leuk dat je me even noemde. Olivier Beck, die begon al heel jong. Hij is nog heel jong. En hij is nog steeds, hoe oud is hij nu? 19. Wow. Toen ik hem voor het eerst sprak, toen was hij 15. En toen had hij al 15.000 euro aan bug bounties bij elkaar geharkt. Op zijn 17e al 45.000. En toen zei ik, nou dat gaat wel lekker. En toen keek hij maar, hoezo? Yeah. Ik doe het ook heel vaak voor niks. Hij wil gewoon de puzzel oplossen. Dat vindt hij kicken, dat vindt hij leuk. En iedereen in Nederland moest eraan geloven. De Belastingdienst, alle banken. En dan krijgt hij soms een plastic trofee. En is hij net zo blij mee. Is gewoon de respect. Hij heeft een bal voor zijn kat van t-shirts. Oké. Ja, inderdaad. Hij zei, stop nou eens met die t-shirts. Want hij had een hele kast vol. Dat soort mensen zitten er bij jullie in dienst. Om weg te krijgen. Ja, die gooi ik nou weg. Die gooi ik dus ja. Straks nog meer t-shirts van jouw kant het publiek in. Maar we willen natuurlijk eerst weten, wie is de meest gevaarlijke hack? Wil je eerst nog iets over het algemeen zeggen of gaan we gewoon boem onthullen? Er zijn wel gewoon echt gevaarlijke dingen naar boven gekomen, maar het blijft altijd lastig van wat is nou echt de gevaarlijkste, weet je wel? En we hebben wel met onze jury echt goed gekeken naar van hoe kunnen we nou zorgen dat aanvalscenario ook echt gewoon in de buurt komt van wat zou kunnen. Dus het is niet alleen de techniek, maar ook dat het scenario. Je, weet ik veel, eerst in een vliegtuig moet zitten en dan wat kunnen doen, maar gewoon echt puur, het kan heel makkelijk. Nou, er is één team geweest, die heeft ook echt zijn best gedaan. Die hebben een keurig mail gemaakt, een phishing mail. Waarin nauwkeurig stond, naar aanleiding van deze dag, de Game of Thrones hacking dag, moeten we wat updates uitvoeren op onze toon. Nou, dat is een leuk begin. Ons misbruikt om jullie klanten te hacken. En dan was de stappenplan was even iets aanzetten op die toon. Op het moment dat je dat gedaan had, kon je op een link klikken. En als je dan op die link klikte, dan zei hij, ik ben aan het updaten. En op het moment dat de update stond, staat het is gelukt, log nu maar in op je toon. Alleen het probleem was dat die login dan niet de toon was, maar de criminele kant. Dus naam en wachtwoord van het Eneco-account was weg. Goed gedaan. Ook echt gewoon valide als je het bekijkt. We gaan niet precies zeggen hoe het werkt, maar het was echt gewoon goed. Dus wat mij betreft en wat de rest van de jury betreft, gewoon de winnaar voor deze most dangerous. Oké, okay, de winnaar of the most dangerous hack Game of Thrones is Looney Tunes. Looney Tunes! Nou, heren, jullie krijgen straks inderdaad ook een t-shirt van Edwin. Hans overreikt jullie de bokaal omdat jullie de meest gevaarlijke hackers zijn.
Nou, zo gevaarlijk zien jullie er niet uit, maar dat zijn jullie wel. Ja, de knuffelhackers zijn het ook wel een beetje. Hey, we hadden eerst een universiteit, toen hadden we de overheid en nu hebben we een bedrijf, mag ik wel zeggen. Rick van Duin was de captain van dit team. Zij waren ook een van de eerste die zich direct aanmelden. Die zeiden, ja, kik, gaan we doen. Doen team samen, Chris. Ik ben van de partij. Dus mijn verwachtingen waren hoog en nou, je hebt ze overtroffen met de meest gevaarlijke hack. Hey, Rick, hoe voel je het vandaag? Ja, ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. We hebben een eigen hackavondje. Elke donderdagavond doen we met collega's wat. En daar stond Toon al op de rit. We hebben alleen niet tijd gehad om een toon ook daadwerkelijk aan te schaffen en te slopen. Dus toen kwam dit voorbij. Dus dat is eigenlijk ideaal. En op basis daarvan zijn we gelijk zijn we hier. Jullie wilden al en toevallig kwam dit en het kwam allemaal samen. Ja, dat was ja, ideaal. We hoeven ook geen toon meer te kopen, dat is ook wel chill. Want het kost ook weer geld. Dus nee, we waren er hartstikke blij mee dat we mee konden doen. En nou, des te gaver dat we dan ook nog wat tofs vinden. Cool. Jij werkt bij Dearbytes. Jullie doen het formeel in je eigen tijd. Maar ja, het is wel waar jullie vandaan komen. Kun je iets vertellen over Dearbytes? Ja, Dearbytes is een security leverancier. In de breedste zin van het woord. We leveren gewoon antivirus en dozen en spullen. We leveren consultancy, support. We doen ook monitoring en het beheer van je systemen. Dus we doen security monitoring op netwerkniveau. En pentesting. Dat is dit team vanaf afkomstig. En Skynet. En we doen Skynet. En zelfs nog strategie en beleid. Dus echt in de breedste zin van het woord doen wij security. Ja. Oké, even bij je andere teammembers, hoe jullie het ervaren hebben. Hoe vond je het vandaag? Ik vond het eigenlijk vrij moeilijk. Ik loop stage bij Dearbytes. Dus eigenlijk was ik meer koffie en drink aan het halen. Nee. Maar uiteindelijk toen eigenlijk iemand de eerste aanvalvector vond, toen kon ik wel helpen met zeg maar, het verder uitbuiten ervan. Dus uiteindelijk lever ik wel mijn aandeel erin, zeg maar. Dus hoop geleerd. Ja. Ja. Hoe vond jij het? Ik vond het moeilijk. Want, normaal gesproken vind je wat, kan je lekker op doorbouwen. En nu, we vonden maar niets, elkaar ideeën. En dat leidde tot niets. En pas op het laatste moment eigenlijk vonden we dit. En dan konden we... Oké, dit was vrij laat op de dag dat jullie dit vonden. Want er kwamen meteen mensen en ik dacht, oh jee, ik hoop niet dat ze zich gaan vervelen. Maar jullie hebben de hele dag keihard doorgewerkt en toen kwam op een gegeven moment dit eruit. Ja, ik denk na een uur vier of zo. Half vijf of zo, ja, ja. Wist je toen ook van nou, dit moet wel echt een gevaarlijke hack zijn? Nou, niet echt. Het, meer de combinatie, dat je op een gegeven moment puzzelstukjes bij elkaar gaat stoppen. En uiteindelijk wordt het gevaarlijk. Dat het eigenlijk allemaal kleine stukjes zijn bij elkaar, die los van elkaar niet heel gevaarlijk zijn. Nog even, Jelena, hoe heb jij dat moment ervaren? Was het echt een Eureka-moment dat jullie zaten van, yeah! Of was het zo, ik weet het ook niet, dat de jury zei van, jongens... Nou, we wisten wel dat het wat was, alleen, dus je wordt er wel blij van, want we vonden allemaal maar weinig. Dus toen, ja, dat moment was wel, oké, nu hebben we iets, hier kunnen we wat mee. Dus dat, ja, zeker een leuk moment. Nou, en nu krijgen jullie allemaal een toon mee met allerlei hardware devices. Jullie moeten nog wel even een account aanmaken met e-mail en zo. Nou ja, inloggen, wel op de juiste site. Hè? En dan kunnen jullie ja, nog even verder hacken als jullie willen. Maar als jullie wat vinden, meld het netjes. Oké, applaus, Team Looney Tunes! Nou, en natuurlijk een hartelijk applaus voor ons gevaarlijkste jurylid, Edwin van Andel.